Geen ramen, geen deuren, geen uitweg. Ik ga jullie vandaag meer vertellen over het boek Bunkerdagboek. Op zondagochtend hing Linus rond in het station van Liverpool Street. Hij zag een blinde man die problemen had om zijn koffer in te laden in de auto. Dus hij ging de blinde man gaan helpen, maar opeens werd hij ontvoerd. Toen hij terug wakker werd, was hij in een ondergrondse bunker. In de bunker waren 6 slaapkamers, een keuken, een badkamer en een lift zonder bedieningspaneel. In de keuken was alles van plastic en in de badkamer was alleen maar koud water. Linus vraagt zich af wie de man is en waarom hij juist hier is beland. Er is een lift die 's ochtends en 's avonds op en af gaat, zonder bedieningspaneel. Om 8 uur 's ochtends gaat het licht aan en om middernacht weer uit. Linus besluit om een dagboek bij te houden om zo de dagen te tellen dat hij hier vastzit. Na 3 dagen zonder eten komt de lift en er ligt een meisje in, namelijk Jenny. Na enige tijd komen Anja, een jonge vrouw, Fred, een drugsverslaafde, Bert, een zakenman en Russel, een natuurkundige, erbij. Ze hebben niets met elkaar gemeen. De man heeft controle over alles. De plafond zit vol camera's en afluisterapparatuur. Hij geeft hen af en toe iets te eten, laat het heet en ijskoud worden, laat vreselijke muziek door de luidsprekers afspelen. Zullen ze op tijd kunnen ontsnappen? De schrijver van dit spannend en meeslepend boek is Kevin Brooks. Hij schrijft voornamelijk jeugdliteratuur. Hij studeerde psychologie en filosofie aan de Austin University in Brigham. En het genre van dit boek is young adult en fictie 15+. Het is een superleuk en spannend boek. Je wordt helemaal meegenomen in het verhaal, waardoor je niet meer kan stoppen met lezen. Omdat je wilt weten hoe het gaat aflopen en of ze gaan kunnen ontsnappen. Maar soms is het boek wel een beetje deprimerend. Het boek is dus zeker een aanrader.